Wie is het hondje? Oh, wie is het hondje? Oh, godje, ga jij er eens even weg? Weg. Ja, man. Kom maar gauw. Goedemiddag, lieve vrienden. Ja, weer welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer donderdag 3 september. En we leven om 4 minuten over 2. En het is hier, nou ja, grof gezegd, bagger weer. Ja, er is hier niks aan. Rijke Jan is niet naar buiten. Nou, ik ga het zo wel naar buiten laten als het wat minder regent. We krijgen eventjes een daling qua regen, tenminste qua de grafiek van buienradar. Wordt het zo meteen even wat minder en dan kan ik er mooi even tussendoor en daarna begint het weer. Ja. Maar visite, dat gaat ook niet hoor. We zouden met elkaar op het citiel, zouden met mij mee. Dat vrouwtje heeft zelf al afgebeld en zegt, blijf maar lekker thuis met dit weer. Want je komt drijfnat aan. Dat is gewoon niet fijn meer. En ze zegt, dat is gewoon, ze zegt, we stellen het gewoon uit tot het weer beter weer is. Ik zeg, nou, het is prima, schat. Ik zeg, inderdaad, dit is echt niet leuk meer. En dat, we hopen dat het zo meteen wat minder gaat regenen. Want het spoelt nog steeds. In mijn ogen. Ja. Een kandaf die is ook spoorloos. Die was vanochtend vroeg al naar buiten. Hè, en die heb ik nog niet weer gezien of gehoord of wat dan ook. Dus ja, daar... Dat vind ik ook een beetje zielig, weet je? Dat hij er niet is. Ik weet wel, ze zoeken een schouwplekje wel hoor. Weet je dat wat te vinden, hè? Nee, je zit ook niet op de container, niet op de tafel. Wat moet je dan? Wie is het hondje? Oh, wie is het hondje? Wie is het hondje? Wie is dat hondje dan? Mooi hondje? Is een mooi hondje? Mooi hondje? Is het een mooi hondje? Hé? Kijk! Ik dacht al, ik hoor wat! Ik hoor wat! Oh god! Oh, gosje, ga jij er eens even weg? Weg. Ja, man. Kom maar gauw. Jij hebt ergens onder gezeten. Kan niet anders. Zomaar ben jij niet. Zo. Nou, dan is die ook binnen. Hé, kereltje. Ja, je bent wel nat, pa. Ja, schud je maar uit, hè? Ja, mrr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 r
de bende. En dus ja, mooi strakjes even doen. Maar we gaan eerst even andere dingetjes doen. Ja, maar in ieder geval, het komt allemaal goed. En ik wil ook proberen nou weer wat te renderen. Nou, we gaan gewoon aan de slag aan deze kant. Ja, ik ben heel erg laat, want ik heb gisteren geen leuk bericht gehad. Ik was op Facebook bezig, heel druk. En in ene las ik wat in mijn eigen groep, de 50+. Dat er een dierbare, lieve vriendin van Facebook van mij was overleden op maandag. Ze was rustig heen gegaan in de slaap waar de familie bij was. Maar ja, dat is toch een klap in je gezicht als je dat in ene moet lezen. Dus ja, ik had gelijk nergens geen zin meer in en ik ben ook, ik heb het in de vergaderruimte gezet. Van, ja, het is een dierbare vriendin van mij, dus ik
zit mijn traan in mijn ogen, ik moet ik laten bezinken. Bekijk het maar. Ik heb wel trusten en tot morgen. Ik ben van Facebook afgegaan. Ik had gelijk er helemaal geen zin meer in. Ik denk, ja, ik moet eerst nou dat allemaal laten bezinken, weet je. Maar ja, oké, het leven gaat door, dat weet ik ook. En, ik kon er niet in real life, maar ik heb heel vaak met haar gesproken en gedaan, weet je. En hartstikke leuk en lief en respect voor anderen had ze heel veel. En ja, dat vind ik het mooie in een mens, hè, dat ze heel veel respect voor jou, maar ook voor anderen hebben. En dat ze heel veel dingen voor jou doen. Zoals luisterend oor bieden enzovoort, weet je. Er wezen voor iemand. Een virtuele arm om je heen doen. Nou, dat vind ik het mooie van haar, ja. Dus ja, het was een steuntje en een toeverlaatje voor mij. Maar oké, ze is er niet meer en we moeten verder gaan. En ze was van 1947, dus ja, dat kun je nagaan. Hè? Hoe oud ze is geworden. Maar oké, lieve vrienden, gedaan de zaken helemaal een keer. Het regent nog iets minder. En ik ga even lopen met Rijka. Ik doe mijn regenjas aan. Vest eronder, mijn regenjas aan. En dan even lopen. Ik moet die parasol meenemen als paraplu. Dat gaat het hem niet worden, dat hou ik niet. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen tot later. Een hele goede middag, nogmaals weer, mijn lieve vrienden. Ja, ik heb de boel al helemaal netjes. Ik heb enkel, ook had ik glazen gewassen in de vaatwasser. Maar die wil ik nog niet opruimen. Nee, want ik wil het kastje ook schoon hebben. Maar er staat nog meer in wat in de vaatwasser moet. Maar daar is de vaatwasser nou te vol voor. Want dat is klaar. Vaatwasser zit erin. En hier onder de theedoek, wijnglaasjes, etc. En borrelglaasjes die schoon zijn. Dus ja, en hier staat nog meer in. Dus ja, dat moet er allemaal nog gedaan worden. Ik wilde die kast opgeruimd hebben. Wat ik niet meer gebruik, kan van mijn part weg, weet je. Maar in ieder geval, dat wil ik opgeruimd hebben. En dan komt dat ook wel goed. Hier bewaar ik altijd het vlees van de diertjes onder. Dus het van Kandel staat nog in de hal, maar Kandel is boven. Ja, dus die loopt af en toe heen en weer om weer wat te eten. Dus dat moet kunnen. Dat laat ik gewoon staan. Maar voor haar moet ik het oprapen, want anders komt die dame daar weer aan. Die ligt er lekker. Nou ja, en ik moest er dus weer dweilen. Want het was hier helemaal nat dat we binnenkwamen. Dus ik heb het dweiltje maar hier neergelegen. En dan met mijn voeten ga ik dat doen helemaal. Nou ja, morgen komt de huishoudelijke zorg weer. Ik dacht, ja, tenminste, laat het hopen, hè. Ik moet daar eens eigenlijk even achteraan gaan. Ik denk dat ik die even nog ga bellen. Want het is toch nog maar 4 uur en die sluit om 5 uur. En die staat open. Dus daar ga ik ook weer mee bezig. Even een nieuwe vlog in elkaar zien te planten voor jullie. En natuurlijk voor mezelf. En ik zal ook terzijde tijd weer een nieuw beginplaatje maken, want dit begint mij een beetje te vervelen. Ik wil weer wat anders. Ook wel weer met een hartje, omdat ik uit mijn hart vandaan werk. Ik werk altijd met hartjes, omdat ik uit mijn hart vandaan werk. Ja, en dat vind ik wel weer mooi. Maar ik weet nog niet hoe en wat. Ik moet het nog even bekijken. Ja, klok zegt dat het 4 uur is. Internet zegt dat het 2 minuten over is. Mijn horloge zegt dat het 6 over is. Ja, hoe kan dat? Maar oké, maakt niet uit. Het regent nog steeds. Het zou wel weer droog worden, zei de buienradar. Die zei dat het droog zou worden. Qua grafiek te zien. Even kijken. Het moet nu droog zijn. Maar het is niet droog. Nee, het plinst nog. En dus. Even kijken wat hij doet. Dat is later.
Dan schiet weer terug. 5 over 4. Ja, 5 over 4 moet het droog zijn. Nou, niet dus. Want het spoelt nou. Echt. Maar ja, oké. We wachten het af. Ja toch? Meer kan je niet doen. Nee, vind ik van niet. Maar oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Ook al is het grijs, het grauw en triest weer. Maak er wat van, want je moet toch zelf het zonnetje zijn. Ja toch? Ik zou zeggen, tot later. Doei!